En dan is het tijd voor de uitslag van onze verkiezing van het mooiste doelpunt van de maand maart. Via facebook.com/AFC Ajax is er opnieuw in grote getalen gestemd. En daaruit kwam deze top 3. Op nummer 3, Arek Milik op bezoek bij PSV. Milik, dat is de kans en dat is al de goal. Na 1 minuut en 12 seconden komt Ajax op voorsprong. Op 2, deze treffer van Richetti Bazour op bezoek bij Willem II. Bazour, oh wat een lekker schot. Prachtige goal van Bazour. Maar de winnende goal is deze treffer van Reda Boutam tegen Volendam. Reda Boutam probeert het van heel ver, maar wel een geweldig schot. Een prachtige goal nog van Reda Boutam. Een schot met veel frustratie en venijn erin. Ja Reda, jouw doelpunt is verkozen tot de mooiste goal van de maand maart. Daar hoort deze beker bij. Gefeliciteerd. Dank u wel. Dank u wel. Hij ziet er goed uit. Hij is voor je goal tegen Volendam. Het was een hele mooie goal, hè? Ja, het was wel een mooie goal. Hij was ver. Het was grote afstand van waar ik hem schoot. En zat er lekker in. Jullie stonden volgens mij met 5-0 achter tegen Volendam. Het was denk ik ook een goal waar heel veel frustraties van die wedstrijd in zat. Ja, het was een slechte wedstrijd en de wedstrijd was al gespeeld in de laatste minuut. En ik kreeg de bal op het middenveld en ik dribbelde wat naar voren. En ik dacht bij mezelf, ja, waarom niet? Want ik zag de keeper iets te ver voor zijn goal staan en toen schoot ik hem overheen en hij zat er lekker in. Meestal als iemand zo'n goal maakt, dan juicht hij heel hard. Ja. Jij stond op en... Ja, ik vond het niet toepasselijk om te juichen als je 5-1 achter staat dan. Dus, ja. Is het wel de mooiste goal die je ooit gemaakt hebt? Misschien wel, ik weet het niet. Ik heb wel een aantal mooie goals gemaakt. Ook niet heel veel of zo, maar ja, hij zat er wel lekker in. Wel een van de mooiste, denk ik. Ja, Deo, jij hebt hem denk ik ook wel teruggezien. Wat vond jij van die goal? Zelf ook bij. Maar er zaterdag geen wedstrijd en hij speelde best goed. En ik zag het al een beetje aan dat hij geïrriteerd was en zo. Maar in dat schot zat veel woede, dus dat kon je zien. Je bent in de verkiezing geëindigd boven Arek Milik tegen PSV, Bazour tegen Willem II. Dat zijn hele mooie goals. Ja, klopt. Ik had eigenlijk ook niet echt verwacht dat ik zou winnen, omdat ik dacht dat... Ja, dat zijn ook veel belangrijkere doelpunten natuurlijk. Maar blijkbaar vonden de mensen wel dat mijn goal heel mooi was. Dus daar ben ik wel blij mee. Die beker, wat ga je daarmee doen? Ja, die zet ik gewoon thuis in mijn kamer en dan kan ik altijd herinnerd worden aan dit doelpunt. Mooie prijs dus voor Reda Boutam, maar hij is niet de enige winnaar, want we kunnen ook Giel Terra feliciteren. Hij was een van de stemmers via Facebook en wint 2 kaarten voor Ajax FC Utrecht.